Volgens mij zou hij het moeten doen. Nee, hij doet het ook. We hebben een ander systeem waar draadjes aan hangen. We hebben hier eens een keer gezeten, kan ik mij herinneren, zonder draadjes. En toen begaf het systeem het af en toe. Nou, met draadjes is het iets veiliger. Dus ik heet u al een van harte welkom bij deze oriënterende sessie. Daarbij heb ik de opening verricht. Er staat ook nog dat er eventueel mededelingen gedaan kunnen worden. Die heb ik niet. Ik denk u ook niet. En dan kunnen we wat mij betreft naar agenda punt 2. Dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er opmerkingen over de agenda? Ja, voorzitter. Ik heb daar een opmerking over. Met respect natuurlijk voor alle agendapunten. Dat vooropgesteld. Maar ik heb nog iets anders dwingends. En als ik kijk naar de voorbereiding voor alle stukken, zeg maar, hadden wij vanuit onze fractie eigenlijk geen vragen over het bestemmingsplan, zeg maar, Balkbrug. Dus, maar zou dat als eerste behandeld kunnen worden? Want als dat overal zo breed leeft, denk ik dat we het heel snel kunnen afsluiten. Dan hoef ik niet de hele avond hier nog aanwezig te zijn. Nou, ik kijk even in het rond of daar bezwaar tegen is eventueel. Voorzitter, mag ik daar nog een aanvulling op doen? Ik weet dat ik als wethouder hier echt helemaal niks te zeggen heb. Behalve als u een vraag aan mij stelt. Maar ik permitteer me zonder een vraag van uw kant om toch iets aan u te vragen. Zou het ook kunnen zijn dat mijn punten, en daar hoort dus dat bestemmingsplan wat al gevraagd is bij, maar ook de onderhoudswerkzaamheden van de sporthal Mullingslag bij. Of die naar voren komt, want ik heb ook nog eigenlijk een andere activiteit. En het is hier leuk, maar die andere is zeker zo leuk, denk ik. Dus bij deze de vraag of mijn punten naar voren kunnen. Rij je met mij mee, Douwe? Wat zeg je? Rij je met mij mee? Achter je aan. Maakt wel heel nieuwsgierig waar een ieder naartoe gaat, maar ja, de agenda gaat wel een beetje op de kop dan op die manier. Het voorstel dus is om sowieso het bestemmingsplan van Balkbrug als eerste te behandelen. Dan de sporthal en dan het cultureel programma. Eigenlijk precies in omgekeerde volgorde. Dat is eigenlijk volgens mij het voorstel. Zijn er mensen die er bezwaar tegen hebben? Misschien is het een mooi initiatief om het ene punt aan het begin en het andere punt aan het eind van de vergadering te doen. Ja, dan is wel aan u, zeg maar, welk punt dan waar komt. Moet ik hieruit afleiden dat een beetje de rek uit de coalitie is of zo? Goed, volgens mij is het tijd om een handreiking, meneer Prins. Goed, volgens mij is het tijd om in te grijpen. Zullen we het inderdaad omgekeerd behandelen? Is dat goed? Dat agenda punt 6 wordt 4, agenda punt 5 blijft 5 en agenda punt 4 wordt 6. Dat is eigenlijk het... Gaan we het zo doen, wat mij betreft. U ziet overigens dat wij niet geschakeld worden. Alles wordt wel opgenomen. Dat ligt er niet aan dat uw microfoon niet werkt. Maar omdat er dus microfoons zijn ingehuurd, werkt dat aan het systeem dan weer niet. Maar alles is wel zichtbaar en hoorbaar voor thuis. Dat is goed om te weten eventjes. Agenda punt 3, het spreekrecht. Heeft zich niemand gemeld? En dat is nog steeds zo, dus kunnen we wat mij betreft naar agenda punt 4. En dat is dus geworden, de vaststelling van het bestemmingsplan Balkbrug-Ravelijn. Wie, oh wie, wenst het woord? Meneer Gelling. En verder niemand. Aan u. Voorzitter, dank u wel. Eén hele korte vraag. Er staat in het besluit dat er één zienswijze is geweest. En daarop is de reactie van de gemeente dat de indiener van de zienswijze gerust kan worden gesteld ter zake de ontwikkelingen. Maar is er ook gebeurd? Is hij al gerustgesteld of niet? Als hij de reactie op de zienswijze heeft gehad, en dat is als goed is wel gebeurd, en dan krijgen mensen ook vooraf, en dan reageren wij, zoals u hem ook heeft gehad, op de zienswijze. Ja, dan ga ik ervan uit dat hij daarmee gerust is gesteld. Maar ik heb geen persoonlijk contact erover gehad. Maar dat staat, volgens mij staat het altijd zo in de stukken. Krijgen mensen een schriftelijke reactie op de zienswijze. En soms gaat het vergezeld van een telefoontje. Maar ik denk in deze dat hij gewoon een schriftelijke reactie van onze zijde heeft gehad. Voldoende, meneer Gelling. Meer dan, meneer de voorzitter. Dat is fijn. Ik concludeer een beetje dat dit misschien wel een hamerstuk zou kunnen worden. Is dat correct? Ja. Gaan we dat doen. Oké, agenda punt 5. Onderhoudswerkzaamheden sporthal de Mullingslag in Bergentheim. Wie wil daar het woord over? Meneer Stelpstra, meneer Gelling, mevrouw Kelder en meneer Roelofs. Nou, we beginnen gewoon weer met meneer Gelling. Het is uw avond. Ja, en ook even heel kort, want de vorige keer is dit al een keer sprake geweest over het totaalbedrag. Het zijn nu nog steeds die 175 en dan gaat 75 van naar voren, als ik het kort samenvat. Maar is daar nu overeenstemming met de Stichting Sporthal dat dit het ook is, dat het zo akkoord is en kan iedereen mee de voeten? Als we de vraag even bundelen, dan mevrouw Kelder.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat eigenlijk over dat postje risico's. Wat valt nou eigenlijk onder groot onderhoud? Zijn er afspraken over gemaakt met de stichting? Ja, en wie houdt de toezicht? Of het ook gebeurt dat wat we dan vooruitgeven? Meneer Roelofs. Dank u wel. Een paar korte vragen over... Past dit in kadernota 2018, die verrekening, dus die splitsing van het bedrag van 175, wat meneer Gelling ook al aangaf. De stichting blijft zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de exploitatie, zou ik zeggen. Dus hoe zit dat? En als slotvraag, en dat is misschien wel het belangrijkste, is dan de sporthal hiermee gered? Dus kunt u daar iets over aangeven? Want er ligt ook alleen een voorstel om het bedrag te splitsen. Maar wat hebben we dan daarmee bereikt, als we daar... akkoord mee gaan. Dank u wel. En meneer Zijlstra. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn eigenlijk wel mee akkoord. We zien het als een technische aanpassing om de sporthal zeker het bestuur te helpen. En wij willen hun vanaf deze plek een hart onder de riem steken. Hartstikke mooi dat het bestuur met deze plannen aan de slag gaat. En we wensen hen heel veel succes. Meneer Prinsen. Ja, tijdens... De kadernota heeft een delegatie van het nieuwe bestuur en van zeg maar, de projectgroep rondom de sporthal heeft een presentatie gegeven. Waar ze tegenaan gelopen zijn hoe ze in exploitatiezin de sporthal gezond kunnen krijgen. Daar hebben zij een opsomming gegeven van met name onderhoudskosten, maar ook met name van hoe kun je andere kosten terugdringen en hoe kun je opbrengsten vergroten. En daar zat voor de komende 20 jaar op een tekort van 3,5 ton. En daarvan heb ik in eerste instantie met ze afgesproken, dat doen we 50-50. Toen hebben ze hier een presentatie gegeven. Ze hadden inmiddels, ze hadden zelf ook al wat aan crowdfunding gedaan. Ze hadden wat middelen binnen, 35.000 doe ik even uit mijn hoofd. En daarnaast dachten ze door zelf werkzaamheid het nodige te doen. Toen was er een discussie, moeten nu wel of niet 75.000 bij om ze voor 20 jaar safe te hebben. Toen is mijn reactie geweest. Dan wordt het hier morgen druk in het gemeentehuis, want dan staat elke vereniging hier op de stoep die zegt, ik wil voor 20 jaar mijn exploitatie veilig hebben gesteld. Ik heb u afgeraden daarin mee te gaan en dat heeft u, ja, toen heeft u daar niet meer op gereageerd. Nou, straks bij de begroting krijgt u waarschijnlijk een herkansing, maar die 175.000 op dat moment tijdens de discussie bij de kadernota, daarvan heb ik gevoeld dat ze zit wel redelijk goed. Ja, nu is het zo dat er de nodige dingen aan de installatiewerk moeten gebeuren, wil je al een deel van de bezuiniging kunnen realiseren. Maar ook wil je bedrijf zeker zijn, met name het verwarmings- en ventilatiesystemen en dat soort dingen, dat is niet op orde. Dat moet nu ook snel gebeuren, denk ik, voor de winter, als het kan. En daarnaast is men in een bepaalde flow dat het heel vervelend zou zijn dat ze, nu ze de mensen bij elkaar hebben, heel erg lang zouden moeten gaan wachten voordat ze dingen kunnen gaan uitvoeren. Vandaar dat ik met dat verzoek kom van die 75.000. En ik heb steeds de gesprekken met ze gevoerd en ik heb gezegd, die aap wil de gemeente niet op schouder alleen. Ja? U bent een zelfstandige stichting. Dingen zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. We hoeven niet altijd terug te kijken. Wij zijn bereid om daarin mee te doen, maar we doen het wel sam-sam. Dus de gemeente, de gemeenschap, de helft. En u zorgt maar voor de andere helft. Nou, is die exploitatie daarmee gered? Voor de eerste jaren wel. Maar ze zullen zelf door zelfwerkzaamheid, en daar hebben ze zich bereid toe verklaard. Maar ook door misschien nog wel wat extra opbrengsten te genereren, dan nog iets meer aan de kostenkant te knijpen, zullen ze voor de komende 20 jaar gezekerd moeten zijn. Maar dat moeten bijna alle verenigingen. Dus dat is niet nieuw. Dus exploitatie, laat ik het anders zeggen, het gebouw. Kan straks installaties die men heeft, kan men veel optimaler functioneren. Men kan de bedrijfsvoering een stukje opwaarderen en de kosten kan men terugdringen. Daar heeft men ook wat voorbeelden verteld. En ik denk dat ze daarmee weer in de goede stand staan. En wat mooi is, dat is misschien wel het mooist, dat er opeens heel veel mensen rondom die sporthal zijn opgestaan. Was het eerst een klein groepje van een paar bestuursleden die zich gegijzeld voelden omdat ze geen opvolgers konden vinden. Er staat nu een nieuwe groep mensen die daarmee aan de slag wil. Dus daarin heb ik alle vertrouwen en ik zou het dan ook mooi vinden dat we die 75.000 nu beschikbaar kunnen stellen. Die ton die krijgen ze dan in januari, februari. En dan hebben ze het geld voor de komende jaren gehad. En dan moeten ze zelf aan de slag om het voor de komende 20 jaar echt te zekeren. Ja. Dus... Er ligt nog een zware taak ook bij henzelf.
Maar dat ligt ook in Slagharen, dat ligt in Dedeswaard, dat ligt in Balkbrug. Dat ligt bij al die sporthallen die op die wijze zijn verzelfstandig. En dat denk ik ook. Dat is goed, omdat het past ook binnen het systeem waar we daarvoor gekozen hebben. Dank u wel. Zijn er, laat ik zo zeggen, is er behoefte aan een tweede termijn? Die behoefte proef ik niet. Mag ik dan ook de conclusie stellen dat dit ook een hamerstuk mag gaan worden? Ja? Nou, gaan we dat als hamerstuk ook agenderen op de volgende raadsvergadering. Dan gaan we naar agenda punt 6, het cultureel programma. Ik constateer dat er wat mensen de zaal verlaten. In het kader van de duurzaamheid hadden ze bijna kunnen carpoolen. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Wild zie ik, zie mevrouw Luiten, Kelder, Hansen en meneer Bakhuis. Nou, meneer Bakhuis. Voorzitter, in het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om het cultureel programma 2017-2021 vast te stellen. En de begroting daarvan structureel in die periode ook jaarlijks €40.000 beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel dat geeft ons een beeld wat er in de afgelopen periode 2012-2015 gerealiseerd is. En daar zijn we als CDA best enthousiast over. Zo hebben we kunnen lezen over de resultaten van onder andere Stichting Afabra en de cultuurkoepel Vechtdal, hoe steeds meer kinderen kennis hebben kunnen nemen van muzikale activiteiten en daar lessen in hebben kunnen nemen. Verder vertelt de bijlage Samen Doen ook over de verbindingen die gelegd zijn tussen de verschillende partijen. Kortom, het raadsvoorstel en de bijlagen stemmen ons als CDA enthousiast over de afgelopen periode en ook over de toekomstige ambities. Daarbij zijn we ook content dat die ambities ook geëvalueerd zijn en ook gerealiseerd zijn, en onder andere door middel van bijvoorbeeld vragenlijsten. We hebben er kennis van genomen dat op 7 december 2016 het kunst- en cultureel programma is voorgelegd aan de participatieraad en dat de visie inhoudelijk is besproken. En we zijn benieuwd wat hun reactie was en of daar nog iets van aandachtspunten uit zijn voorgekomen. Misschien wel, misschien niet, maar we kunnen het even niet teruglezen. Dan wordt er in het voorstel een tabel met bedragen genoemd, een soort opsomming van kosten. En ja, ons inziens komt daar dan die €40.000 jaarlijks nog bij. Dat is even een vraag. Het voorstel vraagt om jaarlijks €40.000 structureel vrij te maken. Zoals gezegd, de CDA-fractie is enthousiast over de bereikte resultaten. Maar nog niet zo lang geleden herinnerde wethouder Financiën ons ook aan zijn afweging in de OR van dinsdag 19 september. Had hij het over de integrale afwegingen die ten aanzien van de begroting gemaakt moeten worden. En hoe verhoudt zich dan die afweging tot wat we hier hebben en voordat we hier een besluit over gaan nemen. Verder hebben we nog een aantal andere vragen. In het stuk wordt gesproken over het positioneren van jonge organisaties. In hoeverre gaat dat ten koste van goed lopende huidige organisaties? En krijgen die bijvoorbeeld last van een soort vaste klantennadeel, of hoe moeten we dat zien? We zijn ook blij te lezen over de rol van de bibliotheek en daar waar het gaat over de maatschappelijke betekenis daarvan. En we zijn ook benieuwd hoe dat zit in de kleine kernen. Heeft daar die bibliotheek ook nog een functie of kan die functie behouden van een soort van maatschappelijke relevantie? We lezen over de mooie ambities ten aanzien van de realisatie van community art projects, projecten. Alleen weten heel veel mensen niet wat er allemaal te doen is en wat er allemaal georganiseerd wordt door bijvoorbeeld de STIW. Daar ligt ons inziens een aandachtspunt. Enerzijds organiseren en anderzijds goed communiceren naar onze inwoners. Met name de communicatie vinden we dus een aandachtspunt. En we denken met name aan die burgers die minder affiniteit hebben met bijvoorbeeld digitaal verspreide informatie. We kunnen ook lezen over de creatieve hotspots. En we zijn benieuwd of de wethouder dat wat kan toelichten. We hebben in de krant kunnen lezen over het afplakken van ramen van de winkel die gesloten zijn in Dedeswaard. We denken dat dat ja, misschien staat een voorbeeld, maar misschien kunnen die dat nog wat toelichten. En ik had nog een vraag over de bijlagen van 2 tot en met 5, want die misten in de inhoud. Maar ik neem aan dat dit het pakket is met die bijlagen. En we zijn ook benieuwd of die inhoud misschien nog vragen nog zou kunnen leveren voordat we hier een besluit over kunnen nemen. Dank u wel. U ook, meneer Wilds. Dank u wel, voorzitter.
Bij het algemene verhaal van de CDA sluit ik me graag bij aan. Dat zal ik niet opnieuw doen. De fractie van de ChristenUnie is blij met dit. Het ligt hier ook een fraai en inhoudelijk duidelijk programma. We hadden een aantal technische vragen. Ook wat vragen die het CDA net heeft gesteld. Daar heb ik een antwoord op gekregen via de beleidsambtenaar. En die zijn naar tevredenheid beantwoord. Het programma ziet er naar onze mening goed uit. Er blijven voor mij nog 3 vragen over aan de portefeuillehouder. De eerste is over de cultuurmakelaar. Die is alleen voor de gemeente Hardenberg. Gaat het budget van 30.000 euro geheel op aan die nieuwe cultuurmakelaar? En is er een visie en of projectopdracht voor handen zodat duidelijk is waarvoor een cultuurmakelaar wordt aangesteld? Bijvoorbeeld hoeveel uren zal de cultuurmakelaar worden ingezet en gaat het hele bedrag hieraan op? Tweede vraag is over de verbinding en samenwerking. Dat zal het doel zijn van het programma voor de jongeren onder de 18 jaar. Wordt er ook ingezet op verschillende culturen, onder andere tussen, gaat natuurlijk ook over Hardenberg en Averreest. Daar is een wat andere cultuur onder elkaar, zodat samenwerking en verbinding ontstaat. En op welke wijze kan duidelijk worden wat de jongeren zelf vinden van deelname? Dus dat speelt voor mij wel een rol, dat we ook weten van de jongeren zelf wat ze van de deelname vinden. Laatste vraag is, het programma voor cultuureducatie en cultuurparticipatie is vooral gericht op de 18 minners. En in bescheiden schaal, zo staat ook in het programma, ook voor volwassenen, dus neem ik aan boven de 18 jaar. Dit alles loopt volgens mij via de cultuurkoepel. Zijn er toch plannen en ideeën voor de volwassenen ontwikkeld en zo ja, welke dan? Dat was het wat ons betreft. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk wat algemene vragen en niet zozeer technische vragen. Het is een heel duidelijk stuk. Het is altijd fijn om te zien wat er allemaal al is bereikt en waarom dat wel of niet goed is gegaan. Maar dus daarvoor onze complimenten en we hebben absoluut het idee dat het beleid goede dingen voor elkaar krijgt. Wat we in dit stuk, nu we naar de toekomst kijken, eigenlijk wat missen of wat we ons afvragen is... Ik lees weinig over beleid voor professionele kunstenaars. Het gaat eigenlijk allemaal over amateurkunst en over liefhebbers, om het zo maar even te zien. En weinig beleid voor professionele kunstenaars. En dat is jammer, omdat wij er heilig van overtuigd zijn dat uitgerekend kunst, maar ook, en dat bedoel ik in brede zin, bij kan dragen aan de innovatie en de dynamiek in een samenleving. Dat betekent dat je kunstenaars of ontwerpers of wat dan ook kan vragen om op allerlei maatschappelijke opdrachten hun visie te geven. Maar dat werkt alleen maar als je natuurlijk dat doet met goede professionele kunstenaars. Het is heel leuk om met amateurs een social sofa te maken, maar dat is echt iets anders dan wanneer je professionele kunstenaars bijvoorbeeld laat kijken over plattelandsopdrachten of opgaves. Dus wij vroegen ons af, hoe gaat het selectieproces? Voor kunstenaars, voor opdrachtenbeleid in dit soort zaken. En ten tweede, hebben wij eigenlijk een opdrachtenbeleid voor de gemeente op het gebied van kunsten? En zo niet, waarom niet? En zouden we dat niet eens kunnen gaan maken? Het tweede is natuurlijk het ondersteunen van professionele kunstenaars in praktische zin, het faciliteren als het ware. Ik denk aan goedkope atelierruimte. Nou ja, die winkels die worden vaak genoemd, dan wordt er meteen gezegd, we maken een galerie en we verkopen er heel veel kunst. Dat valt altijd in de praktijk wat tegen. Maar de gemiddelde kunstenaar is over het algemeen gebaat bij een atelier wat niet te veel kost. Want de gemiddelde inkomens van beeldende kunstenaars, met name in Nederland, zijn meestal gemiddeld onder het minimumloon of onder bijstandsniveau. En een atelierruimte is dan wel heel fijn. In datzelfde, in het verlengde daarvan, om een voorbeeld te geven hoe je bijvoorbeeld ook kunsten en erfgoed samen, met je samenleving kan verbinden, denk ik aan de samenwerking van de Design Academy in Veenhuizen. Wij zijn zelf ook bezig met een gedeeld UNESCO-project, zal ik maar zeggen. Maar wat de Design Academy daar heeft gedaan, zowel met professionele ontwerpers als met studenten, is met gevangenen daar... maken ze producten die door professionele ontwerpers zijn ontworpen en die door gevangenen in elkaar worden
gemaakt. En die leren dan ondertussen, als ze een designfiets aan het lassen zijn, krijgen ze ook nog een lasdiploma voor als ze straks klaar zijn. Dus daar heb je een aantal vliegen in één klap. Nou, wij hebben niet alleen UNESCO, toekomstig UNESCO-erfgoed in de gemeente. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een, we zitten niet zo ver van Artes vandaan in Zwolle. Dus dat zou ook een interessante kunnen zijn. En dan nog een andere, het lijkt een ander terrein, maar aangezien we geen mediabeleid of medianota hebben en mediabeleid toch vaak ook met cultuur te maken heeft, doe ik dat maar bij deze. Ik zie namelijk ook in de begroting een klein postje staan, mediabeleid, 34.000 euro. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat daar dan van werd gedaan. Maar een van de onderwerpen die mij aan het hart gaan al een tijd is de lokale pers. En dan de lokale kwaliteitspers. Wij kunnen hier als gemeenteraad in dit huis niet goed functioneren als we niet de derde belangrijke pijler in een democratie eigenlijk hebben. En dat is een onafhankelijke pers die ons ook toetst en zo nodig misstanden over het voetlicht brengt. En we weten allemaal dat de lokale pers het op allerlei terreinen ongelooflijk moeilijk heeft. Afnemende abonnees, mensen lezen geen papieren kranten meer, redacties zijn nauwelijks meer bestaand. En ik vind toch dat wij als gemeenteraad en dus als college ook daar een verantwoordelijkheid in hebben en baat hebben bij een goed functionerend lokaal medialandschap. Nou is er altijd natuurlijk, dat realiseer ik me zeer goed, het grote gevaar van politiek die zijn eigen media gaat financieren, dan dat doen ze. We kennen een aantal landen in de wereld waar ze dat doen. Daar wou ik nou niet naartoe. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk dingen te bedenken waarin je dat kan ondervangen. Bijvoorbeeld door te doen via het Stimuleringsfonds voor pers of journalistiek, via de correspondent, ik noem maar wat. Maar het zou wat mij betreft best interessant zijn om eens te onderzoeken of we de, in ieder geval de onafhankelijke journalistiek in onze gemeente en voor mijn part in de regio een steuntje in de rug zouden kunnen geven. Daar wou ik het even op dit moment bij laten. Dank u wel. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. In dit raadsvoorstel worden we als raad gevraagd in te stemmen met het cultureel programma Samen Doen, de kracht van cultuur 2017-2021 en een bedrag van 40.000 euro beschikbaar te stellen. De cultuurmakelaar is net al even te sprake geweest door de heer Wils. Die vraag ligt er ook bij ons, want wij lezen in het stuk ook dat er een voorbeeld van een gezamenlijke programmering is die de ambitie heeft om een meerdaags festival te organiseren en dat dat volgend jaar in september zal moeten plaatsvinden als aftrap van het culturele seizoen. Of is dat die 30.000 euro daarvoor? Want dat maakt nogal een verschil. Dan zou er een actualisatie van de verordening amateurskunst moeten komen. Hoe denkt u, wat kan er vereenvoudigd worden wat qua subsidie of qua verordening? En dan hebben wij daar nog de vraag, het versterken van de levendigheid in de centra. En dat ging over twee centra's, Hardenberg en Dedemsvaart. Heeft u enig zicht wat dat in gaat houden en waarom alleen deze twee? Er zijn gemeente Hardenberg is groter dan die twee centra's. Ja? Mevrouw Kloekhorst had ik nog een vraag. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik werd eigenlijk een beetje getriggerd door meneer Bakhuis. Want die gaf aan van, goh, ik zie in het stuk niks terug over communicatie en organisatie, hè? Onbekendheid van het aanbod. En dat deed mij denken aan afgelopen woensdag, toen ik een sessie had rond inclusieve samenleving. En daar kwamen juist deze punten, hè? Communicatie en ook digitale communicatie en de leerbaarheid van mensen daarin, of juist hè, daar niet meer leerbaar in zijn, kwamen daar naar voren. En ook een stukje over mobiliteit, hè? Hoe kom je bij evenementen, hoe kom je in je vrije tijdsbesteding ergens als je kwetsbaar bent. Op allerlei gebieden. Dat kan lichamelijke beperking zijn, maar ook fysieke geestelijke beperking. Dus in het stuk wordt gezegd, kunst en cultuur moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. En we bieden een mogelijkheid dat iedereen mee kan doen. En ik vroeg mij af of er een stuk opgenomen kan worden, op welke manier dat dan gefaciliteerd kan worden.
Dank u wel. Mevrouw Hans, tot slot. Dank u wel. Nou, heel veel vragen zijn al gesteld, dus ik beperk me eigenlijk tot mijn twee vragen die nog niet gesteld zijn. Uit het stuk blijkt dat het festival, Vechtal Zomerfestival, zo'n 13.000 gasten, bezoekers en inwoners heeft bereikt in de afgelopen jaren per evenement. Wanneer ik dat relateer aan 60.000 inwoners, en dan heb ik dus niet de toeristen en de dagjesmensen erbij bezocht, kan de wethouder reflecteren op de omvang van dit bereik in relatie tot de ambities van onze gemeente. En dat geldt in feite hetzelfde voor de jongeren. We hebben zo'n 15.000 jongeren. Daar worden er ruim 5.000 van bereikt. Maar dat betekent dat er nog een groot groep niet bereikt wordt door de cultuurkoepel. In hoeverre komt dit overeen met de ambitie van onze gemeente? Volgens mij zijn alle vragen in eerste termijn gesteld. Nu de antwoorden in eerste termijn. En volgens mij gaat de heer De Vent die geven. Dat klopt, voorzitter. Ondersteund aan de rechterkant door Freddy Schulding, mijn cultuuradviseur. Allereerst, bent u misschien wat verrast door het pakketje wat u heeft gekregen vandaag. We hebben ook de afspraak in de raad zoveel mogelijk digitaal. Maar er zijn wel eens een keer momenten waarop je zegt, en zeker bij cultuur, van soms moet je het ook even voelen en zien. En ik zeg altijd, één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dus we hebben ook gezegd om recht te doen aan de samenwerkingspartners, met wie wij ook echt heel goed samenwerken. Denk aan de cultuurkoepel, denk aan de bibliotheek, Havabra, Muziekimpuls. Hebben wij gezegd, vinden we het mooi om dat pakketje samen te stellen, zodat u echt een beeld heeft van wat er allemaal gebeurt. Want er gebeurt op cultureel gebied heel veel in deze gemeente. Kleine dingetjes, grotere dingen. Voor elk wat wils. En wij hebben zelfs niet het totaaloverzicht. Maar zou je dat moeten willen hebben? Ik denk het niet. Want er gebeurt gewoon heel veel vanuit de samenleving zelf. En of je nou van theater, dans, muziek houdt, maakt allemaal niet uit. Beeldende kunst. Altijd is er iets. Ik was afgelopen zondag zelf uitgenodigd bij de tuinen van Meerhuis. En dat was een hele mooie voorstelling van keramische kunst. Met heel veel internationale bezoekers ook. Dus dan zie je dus dat die tuinen echt ook een hele belangrijke waarde hebben in het culturele programma. Maar dat wordt allemaal door de tuinen, het bestuur daarvan zelf ook georganiseerd. Dus kunst en cultuur vindt op hele verschillende niveaus vlakken plaats. En we hebben volgens mij ook, als het gaat om deelname aan kunst en cultuur, zien we steeds meer groei. En dat heeft er ook alles mee te maken dat we hebben gezegd in onze visie, dat heeft u kunnen lezen, van we vinden dat jongeren, kinderen tot 12 jaar in ieder geval kennis moeten maken met hele verschillende vormen van kunst en cultuur. En een van de mooie voorbeelden daar is ook bij het project Muziekimpuls, wat u vindt in de bijlagen. En waarin we als Hardenberg zeg maar ook heel goed scoren als het gaat om deelname van de basisscholen. Dus ik vind dat is een ontzettend mooi project, ik ben er zelf een keer bij geweest. Waardoor kinderen echt kennis maken met hele verschillende instrumenten. En dan pas ontdekken waar hun talenten ook zitten. Of niet, dat kan natuurlijk ook. De samenwerking met de cultuurkoepel Vechtal, collega's zitten hier ook in deze ruimte. Misschien is het ook wel goed om er straks, als dat mag, voorzitter, ook zo zelf nog iets te laten vertellen als u dat akkoord vindt over de relatie ook met de professionele kunst. Misschien is dat ook nog wel aardig om die te benoemen. Ik kijk ook even naar jou, Vivienne, als u dat zou willen doen. Maar omdat wij ook zeg maar juist die combi's willen maken met de partijen met wie wij samenwerken. Ik ga door naar de beantwoording van de vraag. Maar dus vandaar dit pakketje wat u heeft gekregen, dat is dus niet gebruikelijk, nogmaals. Maar ik ga ook niet mijn excuses aanbieden, zeg ik dan maar. Want volgens mij bent u daar best wel tevreden mee, toch? En de vraag naar wat leeswerk misschien. Daar zit ook bij, dat is toch wel goed om te noemen, het plan van de bibliotheek. Want we zien een heel mooi beleidsplan van de bibliotheek. De bibliotheek is echt bezig met die transitie op dit moment van een boek zeg maar, naar een maatschappelijke functie. Doen heel veel op het gebied van laaggeletterdheid ook, educatie, basiseducatie. Ook steeds met de verbinding met cultuur. Nou, de cultuurkoepel maakt natuurlijk al onderdeel uit ook van de stichting. Dus die verbinding tussen onderwijs, cultuur en BIEB zien wij in heel veel verschillende vormen terug. En dat maakt ook dat de functie van de bibliotheek natuurlijk ook in de loop van de jaren steeds meer een wijziging ondergaat. Ik kom straks bij de vragen daar nog op terug. Meneer Bakhuis, ik begin bij u als eerste. Dank voor uw complimenten. Die geven we graag ook aan de ambtelijke organisatie terug. Want er is ook heel veel tijd en energie ingestopt om het veld te verkennen. Om het veld te verkennen, maar het veld ook te verkennen van waar kan het nog steeds beter. Want we kunnen wel roepen van het is mooi.
Maar we zijn altijd op zoek naar verbetering. En ook herkenbaarheid, want dit is de tweede visie die u ziet. Hè. We hebben in 2012 de allereerste visie ooit op dit gebied vastgesteld. Omdat ik ook toen destijds vond van, we moeten met elkaar wel focussen op wat we nou precies onze geld aan willen uitgeven. En dat is dit voor bedoeld. En wij zeggen ook in dit stuk, we willen voortborduren op datgene wat is opgebouwd, met dan wel de nodige accenten. Uw vraag naar de reactie van de participatieraad, dat laat ik even bij mijn collega meneer Schulding, want die heeft een gesprek gevoerd met de participatieraad, komt erop terug. Of de jonge organisaties ten koste gaan van de huidige organisaties, nou dat gevoel heb ik inderdaad helemaal niet, want we zien ze steeds meer als een aanvulling, een verrijking. En we gebruiken juist de bestaande organisaties, zeg maar, om de jonge organisaties in de benen te krijgen. Dus zo ben je ook aan het uitwisselen van wat zijn de ervaringen en waar moet men op letten, wat zijn de valkuilen en wat zijn de kansen. Dus ik zou zeggen, dat veld willen we alleen maar verbreden. De relevantie van de bibliotheek naar kleine kernen, ja, die is er zeker wel. We hebben natuurlijk te maken, hier ook gehad met de hele bibliotheekdiscussie jaren geleden rondom de bezuinigingen. Dat weet u allemaal nog goed als u daarbij was. En we zien steeds meer de functie dat de bibliotheek gekoppeld is aan een multifunctionele centra. Dus maakt nu veel meer onderdeel uit van een, en dat past ook in dit beleid, van bijvoorbeeld hele andere functies rondom cultuur, zelfs ook rondom sport. Maar multifunctionele centra, denk bijvoorbeeld aan de Binder in Ballenbrug. Denk bijvoorbeeld ook aan de zorg, als ik denk aan de Praam in Slagharen, waar ook een bibliotheekfunctie zit. Er is nog maar één standalone bibliotheek op dit moment in deze gemeente. En daarover zijn we aan het nadenken van, kunnen we die ook gaan combineren met een voorziening in dat betreffende dorp. En dat maakt het ook voor de bibliotheekmedewerkers steeds aantrekkelijker, zeg maar, om ook die verbreding op te zoeken. Ook de verbinding van de bibliotheek naar de scholen toe. Want het is niet alleen de tocht van de mensen van huis uit naar de bibliotheek, maar vooral ook de zoektocht in de verbinding met basiseducatieve vaardigheden en de basisscholen. Uw opmerking over community art, om daar beter over nog te communiceren, die nemen we zeker te harte, want ik spreek wel vaker mensen die zeggen, wat is het eigenlijk, community art? Dat zijn allemaal van die mooie woorden, maar wat betekent het nu letterlijk? Dat heeft u kunnen lezen in dit stuk zelf rondom een project als de Social Sofa. Maar zo zijn er natuurlijk wel meer projecten te bedenken. We hebben destijds, kan ik me ook nog herinneren, bij het eerste Vechtdal Zomerfestival, jaren geleden, kwam Sesamstraat hier, misschien weet u dat nog, de haar verjaardag vieren. En toen hebben we ook een heel mooi project, volgens mij in Klooster Haar, georganiseerd. Om juist hele herkenbare zaken vanuit in de straten zelf, van Sesamstraat, te verbinden aan ook cultuureducatie en samenhang in die betreffende wijk en buurt. Dat was een mooi project om van dichtbij te ervaren. Dus wij zullen in de communicatie daar nog meer laten zien wat we daar precies mee bedoelen. Creatieve hotspots. Ja, we hebben ook gemerkt dat de belangstelling is van ook vanuit kunstenaars, of het nu professioneel of amateur is, rondom leegstaande panden. En we hebben ook gezegd dat die bieden vaak wel een mooi podium, etalage letterlijk, zeg maar, om hun kunsten en hun kwaliteiten en talenten te tonen. En daarom hebben we er ook voor gekozen om er hier ook mee te beginnen. En rekening houden met het beperkte budget, zeg ik dan ook maar, beginnen we eerst eens met de twee grootste kernen. Dus als dit een succes wordt, dan sluit ik ook niet uit dat we dat elders misschien gaan doen. Maar we hebben ook gezegd, laten we eerst eens kijken of het in Hardenberg en Delenswaard ook zo echt gaat werken met dit budget. Want dat betekent ook dat die partijen ook zelf ook op zoek moeten naar andere sponsors. We hebben ook gezegd, het is niet alleen dat de gemeente daarin investeert, maar ze moeten ook partners vinden. In het zakenleven, ondernemers, middenstand en andere partijen. En de bijlagen, daar heb ik volgens mij al iets over gezegd. Ja, de bijlagen zou ik willen uitvragen van, als u daar tijd voor heeft in de aanloop naar over 2 weken. Biedt dat misschien nog de nodige ondersteuning bij de beantwoording van vanavond. Meneer Wilds, de cultuurmakelaar, ja, dat ontstaat vaak snel een discussie over. Dan komt er weer iemand die ingehuurd wordt, hè, zeg ik maar even heel plat. En dan kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, wat gaat hij nou precies doen? Nou, wij hebben gemerkt, we hebben jarenlang gebruik gemaakt van de provinciale subsidiemakelaar, of de cultuurmakelaar van de provincie. Die subsidieregeling is er niet meer.
Er zijn wel andere regelingen voor in de plaats, maar die geldt hier niet voor. En we hebben wel gemerkt, en dat is ook de ervaring die we hebben met het Vechtal Zomerfestival, maar ook met andere culturele activiteiten, dat het heel belangrijk is dat je iemand in je gemeente hebt die die activiteiten aan elkaar verbindt. Want we worden overspoeld, letterlijk, met culturele activiteiten. Elk weekend is er wel iets te doen. Maar we hebben ook wel eens gezegd tegen elkaar, als je een activiteit aan elkaar kunt gaan verbinden, kun je het wat groter maken. Dan maak je het misschien ook aantrekkelijk nog voor een breder en groter publiek. En dan maakt ook de herkenbaarheid, het culturele gezicht van de gemeente, zeg maar, kan daarmee verbeterd worden. Dus wij hebben een ervaring uit het verleden hiermee. Dus die zal vooral de rol van verbinder krijgen. Gezamenlijke programmering moet je dan ook aan denken. En wat wij ook heel belangrijk vinden, is een goede aftrap van het culturele seizoen. Dus zoals in september, ik denk even, en ik wil me niet vergelijken met Amsterdam, maar daar heb je de uitmarkt. Zoiets zou je zo kunnen voorstellen hier, op een grote plein bijvoorbeeld, dat we alle culturele organisaties uitnodigen, samen, in samenwerking met ook bijvoorbeeld het theater, hè, want het theater heeft ook hier gezegd, wij bieden die professionele ondersteuning ook aan. We gaan gezamenlijk een aftrap doen van het culturele seizoen. Maar dat vraagt wel een nodige organisatie om dat goed te doen. Dat maakt ook onderdeel uit, zeg maar, van de opdracht van de verbinder, de cultuurmakelaar. Dus die krijgt wel een echte opdracht mee. Oké, maar ik vroeg ook even waar dan die 30.000 euro aan besteed wordt. Is dat dan puur en alleen aan deze cultuurmakelaar? Ja, dat klopt. Maar wij hebben ook gemerkt dat we zoveel partijen hebben en programmering nogal complex en ingewikkeld is. Als we daar gezamenlijk meer willen gaan betekenen, ook die volgende stap willen gaan maken om in ieder geval het culturele gezicht van Hardenberg wat meer te kleuren, dan hebben we echt iemand nodig die dat ook gaat doen. En iemand van buitenaf, die ook niet bekend is wat ons betreft direct met de partijen, maar die ook met een visie gewoon onbevangen en zonder belangen de partijen kan verbinden. Ook niet iemand vanuit de gemeente, zeg ik dan maar eventjes. En dat zou dus een professional kunnen zijn, als ik even kijk naar mevrouw Luit. Cultuur, educatie, 18 min. Misschien is het goed dat we meneer Schuldings om daar nog iets verteld over de rol richting de volwassen educatie. Want ons beleid is heel erg gericht, heb ik altijd gezegd, op jongeren. Hè? Ik bedoel, we hebben ook de middelen die we hebben, hebben we ook daar specifiek op ingezet. Want we denken als je jong geleerd, oud gedaan, dat principe. En we zien steeds meer ook bereik van kinderen rondom de activiteiten die ook vanuit de cultuurkoepel worden georganiseerd. Dus het bereik wordt steeds groter. En ik denk dat het zich uiteindelijk ook vertaalt, zeg maar, in een grotere deelname vanuit de volwassenen. Mevrouw Luiten. Ja, professionele kunstenaars, daar ligt minder het accent inderdaad hierop, dat klopt. Dat zouden we wel eigenlijk best wel willen. En ik denk dat met bijvoorbeeld de komst van een cultuurmakelaar maken we daar een start mee. Maar ik denk ook in de vorm van community art, hè, zoals u al heeft geduid. En ik denk dat het ook wel interessant is om nog even vanuit de cultuurkoepel met uw welbevinden, voorzitter, straks even een reactie te geven over de programmering die wij doen. Die kunt u ook vinden in de bijlage die u heeft gevonden, om te kijken hoe wij daarin professionals betrekken bij de uitvoering van de programma's. Want er zit dan wel volgens mij in die programma's verweven, maar niet in hele specifieke projecten of opdrachten. Maar dat is wat u volgens mij bedoelt. Dus we hebben ook geen opdrachtenbeleid specifiek rondom professionele kunstenaars. Voorzitter, mag ik daar even een aanvullende vraag? Bijvoorbeeld de kunstwerken in het Vechtpark, bedoelde ik. Ja, daar zijn wel professionals voor ingezet, dat klopt. Dat was een opdracht vanuit de provincie, ook volgens mij in samenwerking met de gemeente. Daarvan is gezegd, we gaan aan de hand van schetsontwerpen en presentaties een project, een cultuurproject uitkiezen, selecteren. Samen met de omgeving, hè. Hier wordt de omgeving ook weer nadrukkelijk bij betrokken. En dat zijn dan vaak wel professionals in dit geval het landschap, zeg maar, als kunst inzetten. Dus in die opdrachten gebeurt dat sowieso. Maar vanuit ons specifieke beleid, zoals het hier staat beschreven, dus niet. Cultureel erfgoed, ik denk dat dat inderdaad een hele interessante is. Wij merken rond bijvoorbeeld nu ook de Ommerschans in de aanloop naar 2018... dat er heel veel reuring ontstaat op dit moment, op alle niveaus, met alle respecten, dus amateurniveau, maar ook, je ziet ook wel professionals wat zich gaan bewegen. Ik denk dat er daar nog een hele mooie kans voor ons ligt volgend jaar, om met de ondersteuning van een professional te kijken of we bijvoorbeeld niet zelf ook een theatervoorstelling zouden kunnen organiseren rondom de Ommerschans.
We kennen natuurlijk het verhaal van Veenhuizen en ook de theatervoorstelling Het Pauperparadijs, wat ook met professionals nadrukkelijk is uitgevoerd. Ik kan me voorstellen, als de nominatie een feit is, dat we Ommerschans, veel meer het verhaal van Ommerschans, bijvoorbeeld gaan laten terugkeren in de vorm van bijvoorbeeld een openluchttheater, wat we ook in Ballenbrug al hebben. Dus zo ingewikkeld is dat niet. Meneer Bakhuis had een vraag. Nou, er zijn eigenlijk dingen die naar mijn inzien nog niet aan de orde zijn gekomen in de beantwoording. Het stuk geeft een begroting weer van de kosten. Mijn vraag is eigenlijk of die 40.000 die nu gevraagd wordt per jaar daar nog bij opkomt. Ja, want volgens mij komt die 40.000 terug en ook in de begroting die voorbij is gekomen. Daar zult u dus nog met de begroting een besluit over moeten nemen. Ja, maar dat was dan mijn volgende vraag. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Dus die is extra. Ja. Sorry. Artes, mevrouw Luijten heeft voorbij staan na. Interessante samenwerkingspartner. Ik weet niet of wij daar ook al mee samenwerken. Ik kijk ook even naar mijn ondersteuning. Ja, misschien kun je daar straks iets van vertellen, Vivienne. Misschien, ben je even misschien is het goed om Vivian even aan te laten. Want dan wordt het ook op de band opgenomen namelijk. Dus ik denk dan even in algemene zin over professionele ondersteuning en ook Artes in dit kader. Ja, Vivian Rodemont dus van de cultuurkoppel Vechtal. Goed. De vraag was of er gekwalificeerde docenten, afgestudeerde mensen ingezet werden. Dat is bij ons niet. Ja. Nee, het ging om, volgens mij om meer op de projectmatige kant van inzet van professionals en niet vanuit het educatieaanbod. Hè? Dat is volgens mij. Dus zit er in jullie programmering, zitten dus wel professionals, maar dat zijn docenten? Dat zijn docenten. Oké. Okay. Dat is het, ja. Okay. En de tweede vraag net voor jou, dat was, volgens mij waren er twee. Artes, de samenwerking met Artes. Kun je daar iets van zeggen? Even het knopje weer aan. Dat is onze core business, cultuur-educatie binnen de cultuurkoppel. We werken daarbij samen met Artes. We bieden zeg maar vernieuwende cursussen aan voor kinderen. Die gaan tegenwoordig veel over digitale media, digitale technieken. En dan merk je echt dat je in Harderwijk, in onze gemeente, eigenlijk niet zo goed terecht kunt bij de vakmensen hier, zeg maar. Dus de beeldende kunstenaars die er nog zijn. En dan vliegen we vaak naar Zwolle of naar Enschede. En dan halen we daar mensen om hier eigenlijk binnen het voortgezet onderwijs de workshops te verzorgen, maar ook de kindercursussen eigenlijk te verzorgen. Maar dat is wederom weer rondom cultuureducatie, zeg maar. Ja. Daar wil ik het eigenlijk weer laten. Ja. Ja, je zou wel meer willen zeggen, maar dat mag volgens mij niet. Er zijn geen projecten verder met Artes. Nee, gericht op beeldende kunst of andere kunstvormen. Nee. Dank u wel. Kan de heer De Vent met zijn beantwoording verder gaan. Ja. Dan de vraag rondom. Voorzitter, misschien is het handig. Ik heb nog één vraag. Als ik die nu meteen stel, dan hoeven we misschien. Geen tweede termijn. Misschien niet. Oh. Een van de dingen die bijvoorbeeld in het kader van de koloniën is opgekomen of zou kunnen opkomen. En dan daar zijn een aantal dingen die ik net noemde in vervat. Bijvoorbeeld kwaliteit, opdrachten, innovatie enzovoort. Zou het niet interessant zijn om te onderzoeken of we, zodra dat ook daadwerkelijk doorgaat, met de verschillende koloniën gezamenlijk een intendant te kunnen aanstellen, die voor mijn part een meerjarig cultureel project rond die koloniën, niet alleen over erfgoed, maar juist ook op het gebied van de combinatie tussen vroeger en nu. En een intendant is, daar heb je dan meteen je professional te pakken, zal ik maar zeggen. Die dat, want openlucht theater is ontzettend leuk, maar er zijn natuurlijk nog veel meer kunstdisciplines die met dat concept en dat gegeven interessante dingen zouden kunnen doen. Voorzitter, ik denk een waardevolle suggestie, die gaan we zeker meenemen. Dank u wel. Dan ga ik door met mediabeleid. Daar heeft u een vraag over gesteld. Nou, het geld wat daarin staat, dat is het geld dat wij letterlijk één op één overdragen vanuit het Rijk. Dat heeft te maken met de zendtijdtoewijzing die wij verplicht elke 4 jaar, geloof ik, doen naar een omroep toe. En in dit geval is het omroep Noos hier in Harenberg. En ik denk terecht dat u zegt van ja, de lokale media heeft hier een positie. Daar moeten we eens goed naar gaan kijken. En ik zou dat ook vooral willen koppelen aan het onderdeel communicatie hier bij de gemeente. Want het geld wat hier geoormerkt is, zeg maar, dat is puur het rijksgeld wat overkomt en wat we één op één moeten doorsluizen naar de omroep.
die u als raad ook uiteindelijk selecteert. Hè? Want u bent dan aan zet. En volgens mij is in 2018 de nieuwe zendtijdtoewijzing. En dan kunnen zich weer meerdere partijen melden om als gegadigde om geselecteerd te worden. Op basis van een voordracht vanuit het college heb ik dan ook begrepen. Maar u als raad beslist daar uiteindelijk over. Ja. Mevrouw Kelder, ik heb al iets gezegd over die 40.000 euro. Dus vooral verbinden, maar ook een belangrijke rol spelen bij de aftrap van het seizoen. Want we hebben wel gemerkt, als je dat goed doet, dan is het eigenlijk voor alle partijen heel erg interessant. En bovendien, als je partijen op één locatie brengt, zie je ook daar de verbinding weer tussen organisaties ontstaan. Want we hebben wel gemerkt dat heel veel culturele organisaties elkaar nog niet goed kennen. En niet zo lang geleden hebben we in het theater De Voorvechter, wat we daar ook voor gebruiken, die partijen bij elkaar gebracht. En er zijn ook hele mooie nieuwe verbindingen weer uit ontstaan. Dus ik denk dat zo'n moment elk jaar wel heel belangrijk is. En, natuurlijk, dus we zouden heel graag daar ook op willen inzetten. Echt een Hardenbergse uitmarkt, zou ik dan maar willen zeggen. En dan voor alle vormen en disciplines van kunst en cultuur. Die actualisatie die neemt collega Schulding even zo voor zijn rekening. Actualisatie van de verordening. Nou ja, de leeftijd van de centra heb ik al iets over gezegd. We willen graag starten met de twee grotere centra. En als dat een succes wordt, nou, dan komen we vast bij u terug om ook andere kinderen te interesseren. Als het gaat om de vraag van mevrouw Kloekhorst, Partij van Arbeid, laagdrempeligheid. Ja, hier is ook vooral in het kader van meedoen bedoeld volgens mij ook dat er niet te veel financiële belemmeringen zijn om mee te doen. Maar u bedoelt volgens mij ook de fysieke kant van de zaak. Dus is er, bedoel, kunnen mensen naar een voorstelling, naar een theater, kunnen ze naar de muziekschool? Ik heb het gevoel van wel, want volgens mij zijn we daar ook met de commissie die hiervoor bij de gemeente altijd heel actief is, wel over in gesprek. Maar misschien is het wel goed dat we dat nog puntjes expliciet eens even onderzoeken vanuit culturele voorzieningen. Want zo'n schouw, zeg maar, wordt wel vaker gedaan, maar ik weet niet of die heel specifiek voor culturele voorzieningen is georganiseerd, maar wel moeite waard om te onderzoeken. Ja, en dan is het niet alleen de toegankelijkheid en de mobiliteit, hè, want dat is natuurlijk de hele praktische kant. Maar ik bedoel ook in deelname, hè, ik kijk naar deze gids voor jongeren om mee te doen, hè, maar jongeren met een beperking moeten ook overal aan mee kunnen doen. En hoe toegankelijk is een gids waar heel veel Engelse taal in staat, hè? Als je het hebt over laaggeletterdheid, als je het hebt over... Dus niet alleen de praktische kant, maar ook de communicatie. En meneer Bakhuis noemde dat net ook al. Dat ook toegankelijk is, zodat mensen weten dat het er is en er naartoe kunnen gaan. Ja. Nou, ik denk dat het een mooie toevoeging is inderdaad. Ook de leesbaarheid van de documenten zelf. Dat we daar ook expliciet aandacht aan blijven schenken. Want als je inderdaad roept, iedereen moet meedoen. Dan betekent ook dat je rekening moet houden met iedereen. En ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dus dat is heel belangrijk. Mag ik een kleine aanvulling opmaken, voorzitter? En ik denk ook dat het goed is om even te kijken naar de doelgroepen die je hebt. Hè? Want mevrouw Kloekhorst die zei net iets over jongeren, maar je hebt natuurlijk ook wel wat ouderen. Hè? Die toch wel zeggen, goh, het lijkt me toch wel leuk om eens mee te werken als een social sofa. Hè? Of andere soortgelijke projecten. Dus ik denk ook wel dat je moet kijken naar de manieren waarop je communiceert. Het zijn digitaal, het zijn niet digitaal. Maar ook kijken richting welke doelgroep je communiceert. Ik denk dat ook belangrijk is. Ik denk dat alle doelgroepen gewoon mee moeten kunnen doen. Hè? Van 0 tot 100. U vindt mij gewoon niet zijn, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel. Ontstaan hier mooie dingen. Ik ben bijna klaar voor zitten. Maar als je zegt cultuur voor iedereen, dan moet het ook voor iedereen zijn. Dus ik denk dat dat de oproep is die u als raad ook meegeeft. En daar zullen wij zeker in de uitwerking rekening mee houden. Mevrouw Hansen, u vraagt naar het bereik, of u vraagt eigenlijk naar de impactomvang van 13.000 bezoekers van het Vechtdal Zomerfestival. Ik heb geen maatstaf voor wat nu een succes zou zijn of niet. Kijk, we hebben met het Vechtdal Zomerfestival hele verschillende activiteiten gehad. En soms bereik je daarmee een klein publiek, maar wel een heel enthousiast publiek, zeg ik altijd maar. En soms heb je ook wel eens evenementen met veel meer publiek die wat minder enthousiast zijn. Dus soms het aantal toeschouwers, het aantal deelnemers bepaalt niet altijd de kwaliteit van een voorstelling, volgens mij. Maar we merken wel door het communiceren, maar ook vooral het onder de aandacht brengen van al die activiteiten in een bepaalde periode, hè, zoals het Vechtdal Zomerfestival,
dat het steeds meer belang, dat het steeds meer deelnemers oplevert. Hè. Kijk bijvoorbeeld ook naar een pleinfestijn wat we hier hebben, wat vijf jaar geleden is gestart. En wat nu eigenlijk helemaal vol is, dan zijn we met 10.000 mensen hier op het plein. En dat is een ongekend succes, zeg ik wel eens. En dat heeft zowel met een hele goede voorbereiding, maar ook met heel veel inzet van vrijwilligers te maken. Maar ook met, wat ik heel mooi vind in dit geval, ondernemers die zeggen van, wij vinden zo'n cultureel festijn juist ook heel mooi, dus we dragen daar ook aan bij. Dus dan wordt het wel een feest, zo langzamerhand, van iedereen. En niet alleen maar voor een bepaalde groep. Dus ik meet succes niet altijd af, alleen het aantal deelnemers, toeschouwers. Maar het is misschien wel goed om dat wat meer te gaan meten. Ja, en 15.000 jongeren hebben we inderdaad. Nou, als u de stukken heeft kunnen zien, dan hebben we het bereik door de inzet van met name ook de cultuurkoepel, maar ook door de andere projecten als Muziekimpuls, steeds meer kunnen vergroten. We hebben natuurlijk in het verleden een hele inhaalslag gemaakt bij het afscheid nemen van de muzerie, zoals u wellicht nog weet. En ik merk dat wij, en dat is toch een compliment ook naar de ambtelijke organisatie toe, we hebben jaren gehad waarin we heel erg hebben bezuinigd. Maar door bezuinigen word je soms ook veel creatiever. En onze conclusie is, we hebben met veel minder eigenlijk veel meer bereikt. En dat heeft niks te veel met geld te maken, maar gewoon de deel goede dingen doen. En ik ben ontzettend blij met de inzet van juist ook de hele groep van vrijwilligers. Denk aan Havabra, de muziekverenigingen hier, die in gezamenlijkheid zorgen voor een heel mooi aanbod. En verspreid ook over de hele gemeente, dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Dat vinden we heel erg belangrijk, dat we het in alle kernen jongeren kunnen meedoen aan de vorm van kunst en cultuur. Voorzitter, dat was mijn eerste termijn. En meneer Schulding heeft nog een paar vragen volgens mij. Ja, ik zag ook nog bij meneer Bakhuis dat er wat leefde. Voor de rest nog? Nee, hè? Goed. Schijnt het aan de hand te zijn in de garage, hoor ik net namelijk. Meneer Bakhuis. Nou, ik schiet me even erbinnen. Wordt er ook nog een soort van actief beleid gevoerd om met name het cultuurfonds meer bekend te maken onder de mensen nu wij hierover bezig zijn? Maar dat lijkt mij een hele mooie verbinding namelijk. Ja, zoals u weet kennen wij jeugdcultuurfonds, net als het jeugdsportfonds. Ik merk dat bij sportfonds de belangstelling deelname wat groter is. En jeugdcultuurfonds komt er altijd wat achteraan. Dus we zullen dat ook in onze uitingen en de communicatie nog steviger proberen te verankeren. Maar wij proberen eigenlijk al de deelname zeg maar al heel laagdrempelig te houden. Door jongeren ook activiteiten aan te bieden tegen een hele lage prijs. Hè. Dus, maar het wordt interessanter op het moment dat de jongeren zegt, ik heb kennis gemaakt met een vorm van kunst of cultuur. Of bijvoorbeeld met een muziekinstrument en ik wil een verdiepingsslag gaan maken. Dus ik ben nu geïnteresseerd om verder te gaan met tromboneles, ik noem maar een voorbeeld. En dat vraagt dus wel een verdieping. Dus dan ga je ook echt lessen volgen. Nou, en dan is het interessant om ook op dat moment te kijken naar kosten. Want dan heb je wel te maken met instrumentenkosten en docentenkosten. Wat daar het cultuurfonds in kan betekenen. Dus in die verhouding zou ik hem graag willen zien. Voorzitter, ik mag aannemen dat bij alle aanbieders de kennis en informatie over het jeugdcultuurfonds voldoende mate aanwezig is, zodat de kinderen ook daadwerkelijk op het juiste moment de juiste informatie en de juiste begeleiding krijgen. Dat is een mooie, bewering die u doet, maar of dat zo echt zo al is, dat durf ik te betwijfelen. Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld organisaties. Wat gaat u er dan aan doen? Ja, nee, maar laat me als u me even laat uitpraten. Ik denk dat dat wel goed is om dat nog een keer heel specifiek bij de aanbieders onder de aandacht te brengen, maar vooral bij jongeren zelf. Hè. Laten we ook niet oppassen dat we iedereen dat specifiek moeten gaan aanbieden, want sommigen willen dat ook gewoon niet. Maar dat je op de juiste plaats, op het juiste moment, bij de juiste jongeren laat landen. Dus, die nemen we zeker mee als opdracht. Oké. Even om wat commotie te voorkomen. Er is wat aan de hand in de garage. Er is iets met een stof. Daarom horen we net ook een brandweer sirene. Er is hier absoluut geen gevaar. Dus tenminste, zolang wij niet horen dat we niet door kunnen, gaan we gewoon door. Dus er wordt aangewerkt. Er wordt aangewerkt. Maar dat is even vervelend natuurlijk. Maar goed, dan weet u dat. Voordat ik allerlei onrustige gezichten hier zie.
Mijn voorstel zou zijn om even nu naar de heer Schuldink dan te gaan. Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed heb, resteren er nog drie vragen. Allereerst een vraag van de heer Bakhuis over de participatieraad. De cultuurnota in concept is inderdaad eind 2016 voorgelegd aan de participatieraad. De participatieraad heeft op dat moment gezegd, er zijn meerdere vragen, dus het lijkt ons beter om in gesprek te gaan, op ambtelijk niveau in gesprek te gaan met een viertal vertegenwoordigers van de participatieraad. Dat gesprek heeft toen de tijd plaatsgevonden, inderdaad volgens mij op 7 december 2016, hier in deze zaal, bij vier vertegenwoordigers van de participatieraad. Waaronder de heer Sekeris van de publieke tribune, die kan ook bevestigen dat dat gesprek heeft plaatsgevonden. De vragen zijn beantwoord, we hebben een goed gesprek gehad en op dat moment is geconcludeerd dat de participatieraad kon instemmen met de voorgestelde visienota. We hebben ook geconcludeerd dat het niet direct nodig was om dat schriftelijk te bevestigen, dus op die manier is dat afgedaan. Het wordt bevestigd. De tweede vraag is van de heer Wils over cultuureducatie gericht op de 18 min. Inderdaad, het subsidiebeleid van de gemeente Hardenberg is gericht op de kinderen en de jongeren natuurlijk en niet direct op volwassen educatie. Volwassen aanbod was er in het verleden wel via kunstencentrum Muzri tot en met 2014. Werd niet gesubsidieerd, maar zie je dat als een soort van ondernemerschap natuurlijk om wel te zorgen dat ook er een mogelijkheid is voor, noem het ook maar, cultuureducatie voor volwassenen. Dat is er op dit moment minder, in ieder geval niet georganiseerd via een culturele organisatie die wordt gesubsidieerd, misschien wel via zelfstandige kunstenaars of via een of ander atelier, zien we links en rechts ook wel eens wat in de toren, een bepaalde aanbod, maar niet direct via de gemeente Hardenberg. Zijn er ideeën? Vast en zeker zijn er ideeën. Zijn er concrete plannen voor een aanbod voor volwassen educatie? Nee, nog niet. Ik sluit het niet uit. Wat we wel zien, en dan kijk ik even richting Cultuurkoppel Vegdal. Cultuurkoppel Vegdal, een jonge organisatie, houdt zich in eerste instantie conform de opdracht van u, bezig met het aanbod cultuureducatie voor de jongeren. We zien op dit moment wel de plannen voor verbreding natuurlijk, vandaar dus ook de cultuureducatie inspiratiegids die als bijlaag is bijgevoegd. Cultuurkoppel Vegdal richt zich nu ook op het voorgezet onderwijs. Wie weet ligt daar op termijn nog de mogelijkheid en de ambitie om ook iets te doen voor de volwassenen. Maar we zien het ook als een vorm van vrij ondernemerschap. De derde vraag, dat is de vraag van mevrouw Kelder over het actualiseren van onze verordening. De verordening die dateert van 2008, die is door de Raad in 2008 voor de laatste keer bijgesteld. Het ging volgens mij om €5 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van uniformen. Deze verordening, we hebben al gezegd, die is niet meer actueel. Eigenlijk om twee redenen. Er worden begrippen in gehanteerd en verwijzingen gedaan die op dit moment niet meer bestaan. Als we het hebben over de vereenvoudiging, er zit een behoorlijke rekensystematiek achter. U kunt ook zien in het financiële overzicht, op jaarbasis is er pakweg €74.000 beschikbaar. Die worden ook verdeeld onder een zeventigtal verenigingen. Dat is een heleboel werk. We willen dat vereenvoudigen, om maar een voorbeeld te nemen. De muziekverenigingen die krijgen op basis van een eenheid een bepaald bedrag. Die krijgen een bepaald percentage aan subsidie op basis van de dirigentkosten, op basis van de inleg van de leden enzovoort. We willen dat veel eenvoudiger maken, zodat er sprake is van een eenvoudige rekensystematiek. Wat u ook kunt lezen in de visie natuurlijk is dat we ons beleid graag samen willen vormgeven met de muziekvereniging of met andere verenigingen. Op dit moment hebben we ook een paar keer overleg gehad met de stichting Havabra. We zien dat als een aanspreekpunt voor de 11 muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg en met de stichting Havabra hebben we er ook over gehad om die juist te betrekken bij de actualisatie van deze verordening. En volgens mij heb ik dan ook deze drie vragen beantwoord en is alles beantwoord. Ik zie instemmend geknik en één vinger en die is van mevrouw Luiten. Nou, ik vroeg me af, ik hoor over de vereenvoudiging van de verordening, of daar bijvoorbeeld het idee is om een licht op te steken bij het Fonds voor Cultuur Educatie in Utrecht.
Die zien alle regelingen in het land en die hebben vast wel een idee wat nou hele goede, goed werkende, simpele regelingen zijn. Dank u wel, daar gaan we zeker gebruik van maken. En we googlen regelmatig natuurlijk en we kijken ook wat andere gemeenten doen. Ja, maar we nemen die graag mee. Dank u wel. Goed, is er behoefte aan een tweede termijn? Mag dit dan ook als hamerstuk worden behandeld? Ja? Nou, dan concluderen wij dat wij drie hamerstukken hebben voor de raadsagenda. Hebben we nog een punt over, dat is de rondvraag. Wenst daar nog iemand gebruik van te maken? Mevrouw Luiten. Nu zijn wij wel klaar, maar kunnen we ook naar huis? Dat gaan wij zo zien. Dat is een goede vraag inderdaad. Ja. Voorzitter. Ja. Is de cultuurmap ook digitaal beschikbaar? Is de cultuurmap ook... Volgens mij bijlagen niet, hè? Maar ik weet niet of er nog iets mee gedaan kan worden. De cultuurvisie is inderdaad digitaal beschikbaar, ook in de opmaak van deze map uiteraard. Ik zal zorgen dat die via de griffie bij u komt. Ja? Dank u wel allemaal. Dan sluit ik de vergadering en dan kijken we of we naar huis komen en anders dan is er nog wat te drinken.